Aanstaande zondag is het zondag Trinitatis. De zondag na Pinksteren, de zondag van de drie-eenheid. De drie-eenheid, dat is in het christelijk geloof nou niet iets waar we heel snel warm voor lopen. En toch is die drie-eenheid wel van groot belang. Op deze manier maakt God zich namelijk kenbaar. Als een God die zowel boven ons staat, de Vader, naast ons staat de Zoon, als in ons werkt, de Heilige Geest. De Geest van Jezus kan ook bezit nemen van ons mensen. Het mooie is dat in het Oude Testament, met name bij diverse profeten, die Geest verbonden wordt aan het begrip regenen. Die Geest regent of druppelt op ons mensen, over ons mensen. Regenen. Eindelijk heeft het vandaag weer eens even flink geregend. De natuur, onze tuinen, hadden dat ook hard nodig. Want het werd allemaal wel erg dor en erg droog. Net zozeer heeft ons leven, dat op dit moment een wat dorre en droge tijd meemaakt vanwege de corona, het nodig dat de Geest van God over ons regent en druppelt. Alleen het bijzondere is, van die geest word je warm en van deze regen krijg ik het wel een beetje koud. Tot zondag.